Zeer goeiedag allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Rewes. Mijn verkoudheid gaat maar niet te goed over. Ik snap het niet. Welkom. Ik en mijn schatje gaan dus lekker ontbijten. Ziet dat dus aan. Voilà, de ontbijttafel. Ja, mijn schatje wil even nog niet in beeld dat ze nog niet goed wakker is. Dus dan ga ik dat ook zo laten. Maar ze is niet, ze is goed gezind. Ze is goed gezind. Ze zegt van, ja, we gaan daar iets van maken vandaag. Hé, schatje? Ik heb gisteren nog gevraagd voor Rummy Cup gingen spelen. Voilà, hè? We gaan nog Rummy Cuppen! Yay! Oh, leuk. Ik dacht dat vroeg, hè? Zei hem, ja! Voilà. Maar echt, zoals een klein kind, zei hem, ja. Ja, ik kan het niet, ik kan het niet meer nadoen. Ik kan het echt niet nadoen. Ja, dus ik ga nu lekker 3 of 4 sandwichjes met choco eten. En dan gaan we wat Rummy Cuppen. En dan kijken we waar we gaan eindigen dag op de dag. Dus eerst eten en dan Rummy Cup. En dan de afwas. En dan gaan we kijken wat we nog kunnen doen. Ondertussen tijd hier bij Rummy Cup. Dit zijn nog mijn getalletjes. Dit ligt er allemaal op tafel. 8, 8, 8, 1, 1, 1. Ik ben nog aan het kijken naar. Ja. Nee, deze moet terug. Waar lag die? Die lag hier. Ondertussen is mijn schatje ook nog aan het bekijken wat ze nog kan afleggen. Zou je iets kunnen? Even geduld, Timmy. Even geduld, oké. Okay. Anders ga ik me niet kunnen concentreren, maak je mij lastig en dan heb ik niks kunnen afleggen. Oké. Okay. Dus we gaan hier verder spelen, dus we gaan nog even verder Rummy Cup spelen. Trouwens, niet verkeerd voor jullie, je bent dood. It's the night, you lost to love. Hoi, hoi. Soms moet je ook je schatje uit de naam helpen. Dus nu gaan we richting de lijnwinkel in Hasselt voor haar lijnkaart te vervangen, want die is er wat kapot. Dus voilà. Ik ga dat ook even gaan doen. Even kijken. Ah, hier zat mijn wagen niet. Ik zat op de parking, dat is goed. Just. En ik ben blij dat momenteel vandaag een goede dag is, dat er ook 2 vlogs zijn online gekomen. En ik ben blij om. Yes! En mijn vriendinnetje zit al in de wagen te wachten. Met een vlieuwvisje. Lol. Die moet nu toch geen vlieuwvisje aandoen als hij in een auto zit. Oké. Allee. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal s'avonds terug. Zoals hier in de winkel even gauw inkopen gedaan. Valassa. Hier ziet je het. En dit is hier ook al mooi kerstmis hier in de Carrefour in Hasselt. Ik heb voor in totaal, eens even gauw kijken. Even kijken hè. Even kijken. Voor €17,10. Inkopen gedaan, ja, want ik had ook nog keukenrollen bij. Dat was de duurste aankoop. Tweede duurste aankoop. Weer in dat pot Nutella gekocht. Dus het moet allemaal kunnen. En nu terug op weg naar mijn schatje toe. We gaan nu op weg dan naar de lijnwinkel toe. Dan zien we elkaar weer als zo, hier op de parking in Hasselt aankomen. Wacht, hoe noemt dat hier? De Broeksplein Hasselt. Hebben we hier kaartje van de bus? Ja, ik heb de kaartje van de bus. We gaan nu naar de lijnwinkel toe voor haar buskaartje te vervangen, want daar is een paar probleempjes aan. En nu nog de uitgang zien te vinden. Ik denk hier langs. Nee, langs boven. Dus terug langs boven. Dus even zoeken. Hier dan? Ja, doe maar. Voilà, ik moet zo op een knopje drukken. Allee, we gaan naar de lijnwinkel toe. Yo.
Zo, thuis aangekomen, jasje uit. Heb eens na een week mijn wasmand ook eens uit de wagen gehaald. Voilà. Dan binnenkort wel nog eens uitsorteren. Dan mijn krat met alles erin is ook al uitgepakt. Dus van een winkel. Dit ga ik nog in de papierbak doen. Kassa-etiketjes. Waarom moet dat nog uitgeprint worden? Eigenlijk bij je zelfscan is het eigenlijk nog wel nodig voor te kijken als je niks steelt. Voilà. Voor de rest, ja, ga ik die kratje terug te doen. Met ene hand ga ik toch proberen, maar het lukt mij niet. Met ene hand, tot nu toe. Jawel, jawel, jawel. Het is weer gelukt. Tada! Met één hand. Voilà, nu heb ik 1, 2, 3 kratjes leeg. 4. In mijn slaapkamer staat ook nog eentje. Dan hebben we eindelijk na pak 5, 6 jaar hier wonen, mijn schoenen en eindelijk een vaste plaats gekregen. Tada! Straks nog een sandwich eten. Okay. Ik dacht dat ik iets zag. Dus saus en sandwich eten. De afwas is gedaan, dat is goed. En nu ga ik nog wat bezig houden om in de computer. Ben je misschien ook nog te speed nog wat douchen? Dat kan ik ook nog doen. En ze is haar oplader vergeten. Ai, 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 ai. En dat gaat toch. Als haar kop niet eens vast stond, dan zal ze het ook wel eens vergeten. En zal ik eens kijken als het nodig heeft. Dan kan ik ook wel zeggen dat ik ook veilig wel thuis ben aangekomen. Dat doe ik ook altijd. Dus ik zet wifi aan. Mobiele gegevens uit. En mijn applicaties gaan. En dan naar WhatsApp. En dan spreek ik het in. Hey, lieverd. Je zit uw oplader hier vergeten. Zeg, is de bedoeling dat die oplader hier nu vergoed blijft, ja of nee? Dan weet ik dat. En ik ben ook nog eens veilig en wel thuis aangekomen. Dus dan weet je dat. I love you, 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 I love you. Ik zie u graag. Ik hou heel veel van jou. En nu ga ik nog een wat rusten. Zoals afgesproken. Yo, yo. Voilà. Nu hebben jullie het ook eens gehoord wat ik altijd meestal inspreek. Als voice memo naar mijn schat toe, als ik ook ben thuis aangekomen. Dus als die hier iets is vergeten, zeg je dat daar ook altijd dan in. Dus wil ik haar oplader is nu vergeten. Is het nodig, ja of nee? Dan ga ik zelfs ook nog allemaal te weten komen. Dus even kijken als het nu al aan het beluisteren is, ja of nee? Nee, ze is nog altijd niet aan het beluisteren. Dus even kijken hoe lang dat het gaat duren. Meestal niet zo lang hoor. Meestal niet zo lang. Voilà, ze staat nu aan het luisteren. Je zit uw oplader hier vergeten. Zeg, is de bedoeling dat die oplader hier nu vergoed blijft, ja of nee? Dan weet ik dat. En ik ben het nog eens veilig en wel thuis aangekomen. Dus dan weet je dat. I love you, 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 I love you. Ik zie u graag. Ik hou heel veel van jou. En nu ga ik nog een wat rusten. Zoals afgesproken. Yo, yo. Voilà, die hebben jullie nog eens gehoord. Ik heb hier nog... Ah, dus die oplader, dus wat zij nu ook zegt, die mag ook hier blijven. Dus dat is eentje voor hier altijd te gebruiken. Dat is goed. Dus ik ga dat nu ook zenden, dus naar mijn schatje toe. Van die oplader. Oké, dat is goed, lieverd. Dan weet ik dat. Dan leg ik dat gewoon in uw laadje na. Aan uw kant van het bed. Dus die plastieke toren, snap je, met die plastieke laadjes. Daar steekt hij dan in, de bovenste laadje dan. Goed? I love you, I love you, I love you.
Voilà, dat is nu ook ingesproken. En ik heb... aan mijn neus. Wie is daar over mij aan het roddelen? Ah. Oké, niemand. Maar ik heb al mijn neusnutten. Fuck. Ik heb nog altijd zitten hoor, mensen. Mannetjes toch. Zo verkouden zijn, hè, is niet leuk. Is echt niet leuk. Oké, eens even kijken wat ik hier nog kan opruimen. Ah ja, hier zijn ze dus nu ook aan het poetsen. En ik dacht al van, wie heeft die mat daar nu buiten gelegd? Ik zie daar niemand niet. Ik zie ook niemand in de gang. En al, ik die een mat teruggelegd. Zat die gast hier van boven op het eerste hier te kuisen. Ja, onze gemeenschappelijke gangkuiser. Die is momenteel volle bak mee bezig. Voilà, ik heb de assenbak ook eens leeggemaakt. Ik ga deze hier laten. Voilà. Ik zie jullie allemaal straks of zo nog terug. Ik ga even ook mijn GoPro nog even in de oplader steken. Want ik zie dat die oranje is van batterij. Dus dat zie ik altijd hier zo in mijn bovenhoekje. Jullie zien dat nu niet. Dat ik daar zo wijs van... wij zien toch geen batterij, man. Wij zien dat toch niet. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar ik zie hier wel mijn batterijvolume. Maar jullie niet. Mij gaat hier nooit een klein krijgen. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Ik ga nu mijn GoPro lekker in de oplader steken. Dan kan die eens nog eens lekker eens eten van de stroom. Lekker de stroom vreten van de overheid. Oh, ik moet eigenlijk altijd zo blijven dus praten in mijn vlogs. Zodat ik like Alex echt nieuw. Wat een weer toch vandaag. Oh, het is weer zo bewolkt en zo donker buiten. Maar af en toe schijnt wel eens nog eens de zon door. Dat is wel eens heerlijk om mee te maken hier na zoveel donkere dagen. Even kijken. Ah, fuck, daar gaat mijn stickerblokje. Of hoe jullie dat ook noemen. Maar dat is die niet die ik nodig heb. Dus ik ga nu mijn GoPro insteken. Tot later. Amai, veel kabinetjes hier toen ik het doorrijden. Niet zo druk in mijn schot. Hi. Dag, Hinder. Nog een kabinetje. Oh my god. Wat is dat hier toch nu in één keer allemaal met die kabinetjes, hè? Allemaal futsie uit mijn straat. Ja, ze zijn allemaal weg. Allee, mensen, ik ga jullie laten. Yo, zo, mensen. Ja, dat is niet als ik alleen thuis zit, dat ik toch niet naar mijn ouders moet gaan. Dus ik ga nu even naar mijn ouders toe. Mijn eten halen. Daarna ga ik nog eens even terug door naar mijn schatje toe. Die wil toch nog mij nog even nog eens zien. Het gemis is zo groot tussen ons, ja, dat ik het te veroveren heb. Allee. Maar dan kan ik wel nog iets meenemen voor haar. Ga ik even terug naar mijn appartement toe. Juist, ik moet nog hier ook nog iets doen. Maar tot, ja. Oké, voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Haar eten. Die heb ik dan weer al bij. Want die was ze vergeten hier bij mijn thuis. Daar gaat ze ook dankbaar voor zijn. En ik heb mijn boerlijke... natuurlijk, op mijn parking gezet. En het is natuurlijk aan het regenen.
Holy shit. Wie heeft deze weer besteld? Wie heeft deze weer besteld? Dat is echt weer een om ziek van te worden. Oh, mijn boeleke staat er nog altijd. Perfect op de parking. Is alweer al aan pinken. Hey boeleke, alles goed? Ja, ja, ik zie u pinken hoor. Ja, 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 ja. Voilà. Nu. Onderweg naar mijn ouders toe. Even jullie ook neerzetten. Voilà. Ja, mijn auto start ineens. Dat is toch heel goed. En dat was mijn radio die je even hoorde. Even uitrijden. Valessa, Valessa. En ik heb al gezien dat er al één vlog online is al gekomen. Dat is al heel goed. Dan om 19 uur komt mijn tweede vlog online. Dat is ook goed. Dus twee vlogs op één dag tijd. Het is mij weer gelukt. Het is mij weer eens gelukt. Oh ja, wel van dat er gisteren geen is online gekomen. Dat, ja, eergisteren dan voor jullie. Het regent. Dat is nooit zo plezant dat het regent. Wacht, daar bestond ook een liedje. Het regent. De pannetjes worden nat. Er kwamen twee boerinnetjes aan, die vielen op zijn gat. Klets, nat. Ik ken het nog wel ongeveer. Voilà. Nu hier ook wat de verwarming opzetten, want het is wel wat frisjes. Het is maar 8,5 graad. Yes, ik kan in één keer doorrijden, dat is goed. Ja, ja. Hier is het dan altijd vielen aan de rooilichten van Alken, Kristal Alken. En het is goed. Het is goed, goed, goed. Oh, dood. Allee, ik zie jullie allemaal. Zijn we zo terug? Ja. En ik heb ook nog aan mijn... ik weet niet als ik het al heb vermeld. Ik heb ook dus juist aan mijn website... gewijd, er zijn 3 LAN-parties weer al toegevoegd in de wereld. Dus dat gaat ook goed vooruit. De Discord-server van LAN-party World is voor 80% al online. Dus je kunt ook al joinen daarop. De link staat op www.psychotv.be. Dus ga daar alsjeblieft naartoe. Dus ook als je LAN-party-organisator bent, bijvoorbeeld van VOM of van XLAN, 66LAN. En andere LAN-parties hier nog in België die ik niet heb opgenoemd. Sorry daarvoor als ik jou niet heb opgenoemd. Ook de Nederlandse LAN-parties zijn uiteraard daar ook welkom. Elke LAN-party in de wereld is er eigenlijk welkom. Zowel ook de crew van Dreamhack en noem maar op. En al die krijgen allemaal een speciale status. Dus als je crewlid bent van een LAN-party of zo, spreek me gerust aan. Dan regelen we wel de rechten ook op de server. Dus en bijvoorbeeld als je een LAN-party organisator bent, maak reclame voor jouw evenement. Het is broodnodig. Oh, zitten ze al tot hier? Oh, ja, de non-endu. Ja, en ik moet dus in Hakkenveld zijn en dan zijn ze hier ook zo aan het werken. Juist, even kijken, ik wil beeld hebben, juist daar zo. En ik moet daar zo in. Why? Waarom zijn ze overal nu in één keer aan het werken?
Sinds weer binnenkort wereldverkiezingen. Ben ik weer al zo bezig. Oh, zo lijkt Alex echt nieuw. Ja, een klein beetje wel. Dus. Ofzo. Dus als je van Hakkenveld komt, dan moet je nog juist bekijken van welke kant dat ze op rijden. Oei. Ja. En dan zie ik weer al toch niet weer. Zo gelijk gisteren, PostNL. PostNL. Opnieuw in Hakkenveld. Ja. De meeste zijn nu cadeautjes al aan het kopen, noem maar op. Of wat gaan jullie allemaal? Dus wat heb jij gevraagd voor kerstmis? Laat het hieronder in de reacties weten. Wat heb jij besteld voor kerstmis? Ik heb gewoon gevraagd aan mijn ouders een nieuwe batterij voor mijn drone. Jawel, dat ik opnieuw wat dronebeelden kan maken voor jullie. Dus voilà. Ik ben nu weer al aangekomen bij mijn ouders. Ik zal nu wel de kleinste voorstelstukken hier eens filmen van dichtbij. Waar gisteren dus wat gefaald is. Dus ik zal nog eens een keer kerst bij mijn ouders. Maar nu is het nog wel wat daglicht. Ziet dat is hier de ijsberen. Een rendier. En dan ook daar nog de kerstman. En daar zijn snoepjes. Noem maar op. Maar nu ga ik me niet. Oepsie. Ik heb de kerstcadeautje van mijn mama klipje verklapt. Ik dacht dat mijn papa dat ook al wist, maar blijkbaar dus niet. Sorry daarvoor. Oeps. Oeps, I did it again. Ja. Kan gebeuren. Voilà. Oepsie. Maar ze kan het cadeautje nog niet openmaken, dus dat moet ze pas open doen op kerstavond of kerstdag, hè mensen, jawel. Dat moet ik ook doen met mijn cadeautje hoor, die komt binnenkort aan, nu vrijdag, mijn kerstcadeautje via DHL. Dat dacht ik dat ik de ganse week moest gaan werken, behalve vrijdags. Ja. Het blijft maar slecht weer. En ik ben naar David Guetta aan het luisteren. Oh yeah. Ja, David Guetta. Hoe mooi kun je toch hebben van muziek. Wij staan momenteel op, dus ik ben nu rustig naar mijn schatje aan het rijden. Even er ook anders zien, haar eten even brengen. En dan ga ik ook richting terug naar mijn thuis toe. Dan is het dan ook nog mijn vlog dan, deze vlog dan al in elkaar steken. Dat die ook tijdig ook online kan geraken. Dan, wat ga ik dan doen? Dan ga ik sowieso naar familie kijken. Dat staat ook nog op het programma. Dan ook nog wat YouTube kijken. En dan is het weer al richting Drommeland tijd. Jawel. Zo ziet mijn avond er nog uit. Dus ik ben nu weg aan het rijden van mijn ouders. Dus nu richting Zegbria. En het is fucking hell juist groen voor de auto's. Dus ik moet nu weer al redelijk lang gaan wachten. Dat er weer een plaats is om op te kunnen rijden. Nou zeg man, er is veel verkeer, dames en heren, hier op de N80. Nu een camion, nog een camion. En daar zijn ze precies aan het af... Nee, toch niet. Eerst als ze daar aan het afremmen waren, maar blijkbaar dus niet. En dan maar gas. Nee, ik rij op diesel. Kom maar, diesel geven. Hell yeah. En dan voorbij zieken. Yeah, op z'n ree. Waar je 90 mocht rijden, rij ik 90 momenteel. En er is nu
tijdens de regen weer een vrachtwagen aan voorbij aan steken. Mag dat wel? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Waarom zing ik toch zo vandaag zoveel? Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Oké dan. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Vrachtwagentje, jij aan uw kant blijven. Hè? Ik ben nu u aan het voorbij aan het steken, maar ik ga wel. Het is plattig weer vandaag. Het is echt plattig. Iedereen pas op zijn rijstijl aan. Hier rijdt niemand niet meer dan 100, zelfs niet meer dan 80. Iedereen rijdt hier echt heel traag, dat het echt waterglatheid is op de baan. Dus dan moet je ook je rijstijl aanpassen. Ze zijn hier ook hennig aan het remmen. Holy shit, daar was bijna een accident gebeurd. Amai man, iedereen rijdt echt heel traag hier op de N80 voor de eerste keer. En het is niet zo druk, moet je denken, hè. Even van rijstrook veranderen. Excuseer. Mannetjes. Wie had deze truc te verwacht? Nu ga ik haar opnieuw meenemen. Is even naar de... Goed, opnieuw naar de Carrefour. Die gaat zot worden. Zij gaat zot worden. Want ik ben vandaag al naar de Carrefour geweest van het zandvisje. Mijn ontbijt. Morgen vroeg. Ik ga echt zot worden. Ik ga even iets vermelden, dus op Google, dus ik ga weer al zeggen van Google, hè. Hey Google, stuur een bericht naar Bea. Oké, wat is je bericht? Ik ben er bijna, kom jij naar buiten? Ik verstond, ik ben er bijna, kom jij naar buiten? Wil je het sturen of wil je het aanpassen? Versturen? Kijk, zo doe ik dat dus via handsfree, dus berichten versturen, dus dat ik niet aan mijn gsm moet komen. Dat is wel handig. Weer en oplettendheid weer. Dat ik geen fouten maak. Voilà. Even terug mijn boxen insteken, op play drukken. Voilà, dat mijn muziek dan terug weer kan afspelen. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug in een gloednieuwe vlog. Dus ik ga nu dus nog even gauw naar de winkel toe om kaas te kopen. Dus eerst naar Bea toe, dan van Bea naar de winkel toe, dan van de winkel terug naar Bea toe. Of dat ik toch naar de winkel moest teruggaan. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal, echt waar, één voor één schatjes, morgen terug in een gloednieuwe vlog. Ik wil nog iets toevoegen aan mijn vlog. Ik ben dus mijn dingen gaan halen. Zeg het, de kaas voor op mijn spaghetti. Ja, maar dan heb ik ook. Even kijken, is ik eraan geraakt nu? Ja, krijg ik er nog altijd aan. Jawel, een Coca-Cola vanille. Coca-Cola vanille, dat is mijn favoriete smaak!
Kijk, dankjewel Carrefour dat jullie de Coca-Cola Vaniel in huis hebben gehaald. Mwah, 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 mwah. Dankjewel. Dat is echt mijn favoriete smaak van cola. Dus als ik ergens op bezoek mag komen of zo, haal dat alsjeblieft in huis. Je hebt mij verkocht dan. Dan kom ik altijd. Dan kom ik zeker terug. Dan kom ik hoogstwaarschijnlijk zeker terug. Ja, wat. Hier heb je nu even 100 ogen nodig. Het is hier echt heel druk hoor, bij de Ricoh en bij Frans Billen. De vroegere Ricoh en de vroegere Frans Billen. Ja, dat wordt hier nog altijd zo genoemd. Ik geef dat eerlijk toe, dat wordt hier nog altijd zo genoemd. En achter mij was bijna een ongevalletje gebeurd. Ja mensen, het is nat. Het is nat buiten. En ja, dan kan het ook wel wat gladig zijn op de baan. Dus hou afstand. En bijvoorbeeld ook hier bij de Ricoh, dus de eerste rooilichten ginder, dan van de rooilichten van de autostrade, deze rooilichten en dan die van de IKEA. Haal alsjeblieft hier maar ongeveer 40, 50 km per uur, want hier gebeuren echt heel veel ongevallen, heel veel. Zelfs ook met vluchtmisdrijf, echt waar, met vluchtmisdrijf. Dat gebeurt hier ook wel heel vaak. Dan vraag ik me toch soms af, waar blijven we toch al het volk vandaan halen? Hops, Adrie. Even weer van rijvak veranderen. En dan staan we weer al voor rood licht. Voilà, that's it. Je kunt niet anders dan hier heel traag rijden. Anders dan staat je weer voor een rooi licht. Voilà, ik ga nu wel de vlog definitief een einde aan gooien. Voilà, Sam. Genoeg geluld, genoeg gepraat en al. Eén ding wil ik nog wel nog zeggen voor mijn kijkers. Als je op de baan gaat met de fiets of gebakte beentjes. Het is nu ook vroeg donker. Alsjeblieft, doe een fluovestje aan. Laat u opvallen in het verkeer. En als je ook met de fiets gaat, doe ook lichten aan op je fiets. Zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de fietsen. En ook de reflectoren. Zorg dat die echt in orde zijn. En als je bijvoorbeeld gaat wandelen, wat ook wel veiliger is, een rooi lisje op je rug en een wit lisje op je buik. En zo zeg je ook altijd zichtbaar voor het verkeer. Voor het gevaarlijke verkeersbeleid, de auto's, vrachtwagens, noem maar op. Voilà, bij deze. Ik ga nu, zelfs als ik thuis aankom, mijn spaghetti wat verder opwarmen. Dan eten. Dan wat YouTube kijken, dan mijn vlog in elkaar steken. Dan YouTube kijken en dan is het weer al familietijd. Dan weer nog wat YouTube kijken en dan weer al slapenstijd. Voilà. Zo ziet mijn avond er nu nog uit. Voilà. Niet meer naar Bea toe. Voilà. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Tot later. Ik ga de verwarming terug moeten aanzetten, want mijn ramen zijn weer al aan het bedwasemen. Bedwasemen. Dat is nooit goed. Allez, salut! Bye bye, zwaai zwaai.